Vorige week was er in het Barneveldcentrum een expositie met werk van cursisten van atelier Dick Voet. Opening bij hier de expositie 97. Maar ik moest er wel in één. Niet aanwezig is, maar ik wil het eigenlijk wel even herdenken dat we dus 10 jaar zijn en wel twee graag als eerste even uitnodigen. Dat is spannend. En haar dan een oorkonde overhandigen en er staat dan nog iets over vermeld. Swanny Rendering aan de overkant, die is er ook 10 jaar lang. Zijn we elkaar te luisteren? Nee? En dan wil ik dus ook een orgel aanbieden en ook 3 maanden dus gratis op de koffie. Nee? Ik wil het hier allemaal redden. Het hebben we altijd leuk met elkaar weer weggekund. En het zal volgende seizoen ook wel weer liggen. Nee? Leuk idee. Oké. En dan? Ja, misschien. Dan zou ik zo zeggen, dames en heren, heel veel plezier op deze expositie 97. En dit is de oorkonde die de 3 jubileumcursisten kregen. Wij gaan eventjes een kijkje nemen over de expositie. Kijk. En tijdens de expositie werden er ook demonstraties gegeven door de cursisten van atelier Voet. Ja, ja. Die van de Rappelschade. Van de Rappelschade. Dat is ook opdracht. Swanny, jij bent een trouw bezoekster van de cursus van meneer Voet. Ja. Hoe lang al? Ik ga 10e jaar in. Ik heb een oorkonde gekregen. Vond ik heel leuk. Dus. Wat doe je nou op zo'n avond? Nou, ik moet er direct bij zeggen, ik ben niet zo'n hele fanatieke schilderes. Want ik ga er dus gewoon puur heen voor de gezelligheid. Dat vind ik hartstikke leuk. Het is gezellig en er is altijd wel wat te lachen. En, ja. En ik schilder dus ook nog wel eens hoor. Ja. Ja, dat... Maar schilderen, staat dat nou op de tweede plaats? Is de gezelligheid het belangrijkste? Voor mij persoonlijk vind ik het gezellig. De gezelligheid vind ik, ja, dat vind ik op de eerste plaats komen. En het schilderen komt er dan bij, want daarom zeg ik van, ik ben niet zo verschrikkelijk fanatiek. Ik vind het heel leuk en ik heb ook al de wereldschilderijen gemaakt, maar ik vind het gewoon gezellig. Want als het niet gezellig was, ging ik niet weer heen, dat heb ik vaak gezegd. Wat vind je over het algemeen van het werk wat hier tentoongesteld wordt? Leuk. Ik zei van, je kan zien dat er dus mensen al wat langer op zitten. Hè? Als ze beginnen, dan beginnen ze met... een beetje boerenschilderkunst, een beetje bloemetjes en steeds gaat het verder. En de een die gaat natuurlijk ook vlugger dan de ander. De ene heeft er meer feeling voor dan de ander, dat hou je toch. Maar over het algemeen vind ik wel dat het er vooruit gaat. Leukere dingen, je kan zien dat de mensen toch wat langer ermee bezig zijn. Tot zover mevrouw Rendering en hier ziet u onze collega's van de regionale radio, Radio Drenthe. En ook aan de kleine kunstminnaars en minnaressen was gedacht. Tot zover onze reportage over de expositie met werk van cursisten van atelier Dick Voet. En wij gaan door met onze volgende reportage.